ander stuk, die prelude en fuga in Bes uit Das Wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach natuurlijk. Das Wohltemperierte Klavier. Hier heb ik een boek. En dit boek is de Bijbel voor pianisten. Al die vijf vingers komen aan bod, maar het lastige zit erin dat het eerst stijgt. Dat is makkelijk. Maar dan daalt het met een toon ertussen. En als laatste weer naar boven. Er wordt mij ook wel gevraagd, wat is dan het mooiste stuk van Bach? En ik zou daar graag een antwoord op geven, maar ik kan het gewoon niet. Maar je weet bij Bach, als je er veel moeite in stopt, dan krijg je er ook veel voor terug. En daarom vind ik elke dag een beetje Bach ook zo leuk om te doen.